Hartelijk welkom bij deze bijeenkomst die als naam heeft meegekregen Ik rijd voor Tilburg. Hoe kunnen we met elkaar ervoor zorgen dat we het verkeer veiliger maken en dan meer in het bijzonder de mobiele telefoon in de auto links laten liggen? We gaan erover spreken. René, hoe kijk je naar wat hier achter je op scherm zit? Ik denk dat het inderdaad heel belangrijk is om daar continu aandacht aan te blijven geven dat we dit willen beperken. Dat we willen eigenlijk in 2020 25% minder verkeersongevallen hebben. Ik vind het heel goed dat Interpolis deze rol eigenlijk neemt. Dat we samen met de gemeente daar aan werken, hè, om het verkeersveiliger te maken. Hè, samen met VVN hebben we het manifest wat daar nog staat getekend met een ambitie. Ook vanwege de feedback die vanuit de middelbare scholen hier komt. Dus niet alleen zozeer van de doelgroep zelf, maar juist ook alles eromheen. Dat iedereen met elkaar daar wat bewuster van wordt. Want ik was me, dacht ik, bewust van mijn gedrag, maar het kan echt stukken beter. Dat als wij het idee hebben, dus onveilig, dat kinderen vaak zeggen, nee, dus veilig, en andersom. En dat is iets waar we ons denk ik niet zo erg van bewust zijn. Ja. Mijn naam is Michael Kulkens en op de achtergrond ziet u mijn zoon Tommy Boy. Dat terwijl hij uit het bos kwam, hij heel even op zijn telefoon heeft gekeken. Maar hij heeft de overkant van de weg dus nooit bereikt. Wat ik jullie nu vertel, dat is mijn opening op de basisschool en voortgezet onderwijsschool in Nederland. Nou, ik hoop dat jullie met z'n allen in automodus gaan rijden. Niet alleen om geld te sparen, maar ook omdat je zelf bewust bent geworden. Oproep, gebruik de automodus app. Elke 100 kilometer 1 euro voor voorlichting over verkeersveiligheid aan scholen. Veel fietsen. Ja?